Welkom bij nog Spellers onder druk dat jullie weer kijken. En dit keer vanaf een bijzondere locatie. Ik ben te gast bij Björn van The Board Game Brothers. Hey Bastian, welkom nogmaals in het zuidige België. Dank je. Hey, en wat voor moois heb je meegenomen voor de kijkers? Wel, ik heb voor jou hier klaarstaan Tales of Glory van Ankama Games. Het is een spel van 2 tot 5 spelers en het is een tile-laying game. Oké. En ik zie dat ze er ongeveer 3 kwartier doen over een potje. En als ik het goed begrepen heb, kruipt iedere speler in de huid van een avonturier. En gaat, ja, laten we zeggen, de wereld verkennen. Je krijgt gebieden die je gaat toevoegen aan jouw held. Je gaat monsters verslaan, je gaat schatten verzamelen en je gaat andere karakters aantrekken. En op die manier scoren we punten. Degene met de meeste punten aan het einde van het spel wordt de winnaar. Zo is het maar net. Nou, laten we maar eens gaan kijken wat er in de box zit. Het spel is bedacht door Romain Chastan en wij krijgen de spelregels in verschillende talen, waaronder het Nederlands. En de regels zelf zijn duidelijk opgezet met veel voorbeelden en gemakkelijk om door te gaan. Verder krijgen wij de verschillende tegels waarmee wij natuurlijk het avontuur gaan beleven. De heldentegeltjes en nog een kleine geavanceerde versie. En de heldenkaarten zelf. Verder hebben we ook de markt met 2-zijdige voor 4 en 5 spelers en van 2 tot 3 spelers. We krijgen de first person marker en de discard tegel. En voor deze een hele hoop tokentjes. Yes, dat is wat er in de doos zit. In een prachtige layout met zelfs hierin genummerd welke tegels waar moeten. Dus laten we het spel maar eens gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit in mijn voorbeeld opgezet voor 3 spelers. Elke speler krijgt willekeurig een karakter toebedeeld of je kiest lekker een karakter. Dat karakter heeft zijn eigen set van kaarten, genummerd 1 tot en met 8. Maar in een 2 of 3 spelerspel gebruik je alleen maar de nummers tot en met 6, want meer kaarten zijn er niet in de markt. Je krijgt een vaandelspoor voor je glory en je strength. En op je kaart staat je startinkomsten en die neem je ook. En we wijzen willekeurig een startspeler aan en de rest van de grondstoffen leggen we binnen handbereik. Verder leggen wij het speelbord of de markt klaar met op elke plaats al een tegel klaar. De tegels zetten we voor de rest hier allemaal gesorteerd per nummer. En zoals jullie kunnen zien bij een 3-spelerspel leg je om te beginnen de eerste 2 tegels al in de discard. En zo zetten we hem op. Het spel duurt in zijn totaliteit precies 10 rondes. En binnen die 10 rondes probeer je zoveel mogelijk punten al te verzamelen. En aan het einde van het spel krijg je nog eventueel een beker als je de meeste hebt in een van deze 4 categorieën. Dat levert je nog een keer 4 punten op. En vervolgens zijn er een aantal karakters die ook nog bonuspunten uitkeuren aan het einde van het spel. En degene met de meeste punten is de winnaar van Tales of Glory. Het spel, zoals ik al zei, wordt gespeeld in 10 rondes en elke ronde bestaat uit 3 fases. De eerste fase is het verkrijgen van een tegel en dat gaan we doen door te bieden op de beschikbare tegels in de markt. Inderdaad, op de markt heb je 6 verschillende keuzes in een 2 tot 3 spelerspel en die zijn genummerd. Elke speler mag dan simultaan een van zijn kaartjes kiezen van de tegel die hij graag zou willen hebben. En dan ga je simultaan ook het bieden openleggen. Dan gaan we kijken naar de eerste speler. De eerste speler heeft dus de eerste keus. Die wil tegel 6. Nu is het wel zo, we hebben 2 categorieën. We hebben het grof terrein en het normaal terrein. Bij het grof terrein moet je betalen. Ik ga even een ander tegel pakken. Wat er hier boven in de hoek staat. Bij dit zou je eigenlijk 1 prestige moeten hebben. Of eventueel betaal je dit met 1 munt. In dit geval is het gratis. Maar bij het grof terrein moet je of altijd 1 munt. Ofwel 1 potion betalen. Om de kaart naar jou toe te trekken. Dan gaan we in wijzerzien verder kijken. Speler 2 biedt op nummer 1. Voor tegel 1 heeft hij 1 prestige nodig. Heeft hij niet, dus eigenlijk kan hij niet betalen, maar als hij 1 potion betaalt aan de bank,
is die gelijk aan 1 strength of 1 prestige. Dus dat compenseert eigenlijk voor de betaal. Dan gaat de volgende speler. Ik heb ook voor tegel 1 gekozen. Maar die is er nu niet meer. Dus moet ik, of mag ik beter gezegd, een andere tegel kiezen. En ik kies bijvoorbeeld voor deze. Zodra dat gebeurd is, wordt er gekeken naar wie de laagste getal heeft gespeeld. En dat wordt de nieuwe startspeler. Nou, in dit geval ga je dan met de beurt mee. En dan komt hij hier te liggen. Wel even belangrijk om te weten, mochten er meerdere spelers hetzelfde getal spelen. De spelers die achter het net vissen, die worden allemaal even overgeslagen. Tot alle spelers die daadwerkelijk gewoon een getal hebben gekozen voor zichzelf hun kegel hebben. En dan pas mogen de spelers die achter het net vissen hun keuze maken uit wat er nog over is. Dat is de eerste stap. Dan gaan we naar de tweede stap. Officieel zit daar ook het betalen in. Alternatief kun je er ook voor kiezen om een tegel niet te betalen, maar rechtstreeks naar de aflegstapel te gooien. Dan staat hier de bonus 1 munt, 1 potion en een sleutel is wat je dan krijgt. Maar je wilt ze het liefst bouwen, want dan krijg je de gehele bonus van de kaart en eventuele schatkisten die je later kan openmaken of aanlegbonussen. Bij het aanleggen een paar simpele spelregels waarvoor ik een klein beetje ruimte ga maken. Jullie zien dit soort hoekjes, die moeten met elkaar verbonden zijn om een goede aanleg te mogen doen. Jullie zien hier bijvoorbeeld een tegel, die heeft een blanco zijde. Dat betekent dat ik die niet aan een zijde mag plaatsen waar een driehoekje zit. Zo simpel is het. Mocht je meerdere blanco zijdes hebben, en dan ga ik gelijk even een regel verbuigen. Je mag tegels ook niet draaien naar jouw zin. Ze liggen altijd recht, zodat je ze goed kan lezen. Maar voor het voorbeeld ga ik hem even draaien. Laten we zeggen, ik heb hier een blanco zijde. Daar mag er natuurlijk een andere blanco zijde tegenaan. Alleen om die tegel daar te mogen plaatsen, moet ik nog steeds die verbindingsdriehoekjes gebruiken. Dus zo krijg ik hem er niet in. Mag ook niet, hè. Maar mocht dit hier liggen, dan kan ik hem op deze wijze wel legaal plaatsen, omdat hij dan de verbinding heeft met die driehoekjes. Nogmaals, ik heb hem gedraaid voor het voorbeeld, dat mag in het echt lekker niet. Als je een tegel aanlegt, krijg je de bonus die erop staat. In dit geval een overwinningspuntje. Hoppata. 1 potion, 2 gouden munten en 1 sleutel. En soms staan hier ook nog kleine bonussen als je de verbinding maakt. Hier zie je dat het niet uitmaakt hoe je hem verbindt. Je krijgt gewoon een munt als dit een verbinding wordt. En hier zie je dat er een symbool bij staat, wat betekent dat je de bonus alleen krijgt als je de verbinding maakt met een andere tegel die dus ook groen is qua symbool. En zo kun je nog wat extra combo's maken. Nog een combo is, wat, zoals jullie kunnen zien bovenaan de kaart of hier opzij, staat ook nog een halve sleutel afgebeeld. Als je daar dan een andere kaart op aansluit waar dan een volledige sleutel kan gemaakt worden, dan krijg je gelijk een extra sleutel erbij. Maar dat lukt mij niet. Ik krijg gewoon de simpele bonus die erop staat. Sleutels kun je op elk moment inzetten om een schatkist te openen. En bij een schatkist staat dan wat voor bonus je krijgt. 3 punten in dit geval of 2 potions, 2 munten. En om te markeren dat je een sleutel hebt gebruikt en een schatkist, leg je hem eroverheen. En zo gaat elke speler zijn of haar tegel plaatsen. Het is natuurlijk wel toegestaan om een halve sleutel met een niet halve sleutel aan te leggen. Maar ja, krijg je gewoon de bonus niet. Je legt ze gewoon neer en zo doen we dat allemaal eigenlijk tegelijkertijd en nemen de bonus. En als we dat allemaal gedaan hebben, gaan we de volgende ronde voorbereiden. En dat is eigenlijk heel simpel. Jullie zien dat hier paaltjes op staan die een soort van spoor vormen. Dan leggen we deze tegel even terug. Afhankelijk van de hoeveelheid spelers worden een aantal kaarten uit de markt vernietigd. 2 stuks. Dat gaat altijd vanuit 1 en dan die kant op. De resterende tegels worden goedkoper. En we gaan weer aanvullen met 1, zolang we die hebben is dat op. Gaan we door naar de 2, et cetera. En dan begint de nieuwe ronde. Nog een belangrijk feit, jullie zien deze vaandels, die kun je ook krijgen. Zoals hier, als je deze neemt, zie je dat je een prestige vaandel en een power vaandel krijgt. Sommige locaties vereisen die vaandels. In tegenstelling tot de basisgoederen hoef je de vaandels niet af te leggen. Je moet ze bezitten om het te kunnen betalen, maar je gaat ze niet teruggeven om het kaartje naar je toe te trekken. En nogmaals, heb je te weinig, kun je compenseren met potions. Maar op die manier spelen we in totaal 10 rondes. En dan komen we bij de eindscore. De eindscore wordt bepaald door 3 stapjes. Namelijk, je gaat tellen hoeveel punten je van jezelf al gewonnen hebt. Dan gaat iedereen kijken wie het meeste prestige
strength, potions of goud heeft en die krijgt dan de meerderheidstrofee waar dan ook nog extra punten op staan. En als laatste heb je kaartjes met een speciale code die zegt dat je op het einde, dus de zandloper zegt dat je op het einde moet gaan bepalen 2 punten maal het aantal kaartjes dat je hebt met een geel hoekje. Geef het voor het voorbeeld. Het geel hoekje zie je hier in de rechterbovenhoek. Al die punten tel je bijeen en degene met de hoogste score is de winnaar van het spel. Tales of Glory is een vermakelijk spel wat een combinatie is van tile placement. Iedereen is zijn eigen held met avonturen in de vorm van dorpen, figuren en monsters aan het omringen. En tegelijkertijd ben je met elkaar aan het strijden om de felbegeerde tegels die op het midden van het speelbord liggen. En die combinatie vind ik erg leuk in het spel. Mede door de snelheid waarmee het speelt. Je bent natuurlijk zelf aan het knutselen naar de optimale tegeltjes en ligging aan het zoeken. Maar je kunt je andere spelers niet negeren. Omdat je om tegels strijdt aan de ene kant. Omdat je een beetje probeert in te schatten waar iemand zijn bot gaat plaatsen. En waar jouw positie is vanaf de startspeler. Zul je gewoon moeten kijken wat zijn andere mensen aan het doen. En je wil natuurlijk ook die extra 4 punten aan het einde scoren. En dat zijn allemaal leuke mechanismes die fijn in elkaar grijpen. En die maken dit gewoon tot een zeer plezierig geheel. Gesteund door leuk artwork, toffe vormgeving en simpele regels is dit een spel waar ik gewoon heel veel schik mee heb. Het enige wat ik wel mee wil geven, speel je dit met 2 spelers, dan wordt het echt wel een listig spelletje. En dan wordt die startspeler ook echt wel een cruciaal onderdeel waar je rekening mee moet houden. En wat ik grappig vind, of je nou met 2 speelt of met 5, je gebruikt dezelfde stapels kaarten, je gebruikt dezelfde aantallen, alleen er wordt steeds meer van het bord gehaald. Maar de aanpassingen voor die hoeveelheden zijn minimaal. Alleen met 2, ja, gaat het echt een stuk rapper omdat de keuzes natuurlijk wat sneller zijn. En al die onderdelen bij elkaar maken dit gewoon tot een goed spel. Een spel wat ik ook kan aanraden, zowel voor mensen die zeggen ik hou van een snel 2-speler tactisch spelletje met een leuke interactie, als mensen die zeggen we willen een grappige builder hebben voor maximaal 5. Het artwork is grappig, de combo's die je erin kan maken zijn leuk. En dat is voor mij reden genoeg om dit spel Tales of Glory aan te raden. En vandaar heb ik er ook een 8 aan gegeven. En Björn, wel, vind jij? Mijn oordeel, ja, waar ik het meest op let natuurlijk in spellen, dat weet je, is het thema. Het thema is fantastisch gemaakt, zoals dat je al zei. Artwork is schitterend. Je ziet perfect waarop ze, alles is heel overduidelijk. Alles is ook heel mooi aangegeven, dus het is gewoon schitterend gemaakt. Wat ik ook heel fijn vind, had je ook al, de herspeelbaarheid is gewoon fantastisch. Je gebruikt altijd dezelfde tegels, maar doordat alles natuurlijk doorheen geschud wordt en iedereen misschien andere tegels neemt, is het gewoon eindeloos herspeelbaar in mijn ogen. Wat jij hebt gezegd over het aantal spelers, heb ik dan weer een klein minpuntje gevonden. In mijn opzicht vind ik dat als je het met 2 spelers speelt, dat het een beetje te vlot naar mijn zin gaat, waardoor dat je eigenlijk tegen dat je een goede basis hebt gebouwd, zie je plotseling dat het spel bijna gedaan is, waardoor je eigenlijk niet alle combo's ten volle kan gebruiken. Maar nogmaals, dat is mijn mening. Voor de rest, ja, ik vind tile placement een heel leuke categorie in de bordspellen. Dus voor mij is het zeker wel dubbel en dik waard. En voor mij is het gewoon approved. Kijk, nou, bedankt dat ik het met jou mocht spelen. En jullie bedankt voor het kijken. Tot de volgende. Spellen Zolder.